hebben natuurlijk een coalitieakkoord en daar horen alle partijen horen zich daar keurig aan te houden. Het kabinet hoort ook met één mond naar buiten te spreken, zodat de burger ook weet waar die aan toe is, welke regels gelden. En CDA-leider en vicefractievoorzitter Wopke Hoekstra heeft in de krant gezegd dat de stikstofdoelen opeens niet meer heilig zijn. Dus hij wijkt af van het kabinetsbeleid. En in feite is dat een soort bom onder het coalitieakkoord. En daar zijn zijn coalitiegenoten niet blij mee. Rutte noemde het staatsrechtelijk op het randje. En D66-leider Kaag en ook vicepremier die zou in de ministerraad zelfs gezegd hebben dat het vertrouwen weg is. Nou, als het vertrouwen weg is, het onderlinge vertrouwen van een kabinet, dan moet in feite het kabinet opstappen. Ja, ik schat het zelf in op 50-50. Het is in ieder geval duidelijk dat Hoekstra of de toekomst van het kabinet onder druk heeft gezet of op het spel, of de toekomst van zijn eigen partij. Want als hij nu zijn keutel intrekt, dan zal dat denk ik desastreuze gevolgen hebben voor de geloofwaardigheid van de achterban van het CDA. Maar wat ook opvallend is, is dat het debat straks een tijdje onderbroken moet worden. Want premier Rutte heeft een afspraak met de Oekraïense president Zelensky. Meen je niet? Kennelijk vindt hij dat belangrijker. Hè? De internationale zaken vindt hij belangrijker dan een Nederlandse kabinetscrisis, dan een Nederlandse koopkracht, van het Nederlandse grote dossiers. Dat is wel heel typerend, ja, dat is, wel heel voor dit kabinet. Inderdaad.